Op zondag 5 juli, rond een uur of vijf, finisht het peloton hier bij het Topshuis op Neeltje Jans voor de tweede etappe van de Tour de France. Die finish die wordt door de Franse organisatie zelf opgebouwd en ook weer afgebroken. Maar dat betekent niet dat er voor de Zeeuwen niets meer te regelen is. Rens Vermeer is verantwoordelijk voor de finish op Neeltje Jans. Hij moet zorgen dat alles hier op 5 juli goed verloopt. Nou ja, dit is de finishplaats. Wat je nu ziet, lijkt er nog niks op. Er staat geen streep op de weg, maar 5 juli is dit helemaal onherkenbaar. Misschien herkennen we wel iets en dat is misschien de wind, hè? Die is er nu ook. Dit is de kaart zoals dat we die op een foto geprojecteerd hebben. Hier zie je net waar we geweest zijn, de streep. Je ziet dat de finish heel kort getrokken is op de uitloop van de kering. En dat heeft alles te maken met de mooie beelden die zij voor ogen hebben om over de wereld te laten gaan. Finishen op het water, dat is eigenlijk het belangrijkste voor Preudhomme. En die finish wordt wereldwijd door zeker 50 miljoen mensen gezien. En mede daarom heeft de Franse organisatie flinke eisen. Dit is nou echt het boek, hè? Dat is het lastenboek. Daar staat echt alles in waaraan wij moeten voldoen. Wat de ASO, de organisatie van die Tour, van ons wil. Als je naar tv kijkt en je ziet die Tour en dan heb je daar totaal geen besef van wat er eigenlijk allemaal voor kon kijken. Maar bijvoorbeeld voor het leefgebied van de mensen van de Tour, ja, dan moeten wij 20.000 liter water leveren. We moeten voor afval zorgen dat weg kan, ze moeten gedoucht worden, ze moeten naar het toilet kunnen. Nou, kortom, een hele organisatie. En na 3 weken finishes op de Champs-Élysées. Nou, wat je hier ziet is nu een parkeerterrein van het Topshuis. Allemaal auto's, gewone auto's. Maar op 5 juli dan vindt hier een metamorfose plaats. Is dit de zontechniek en zondevie. Dat betekent gewoon dat hier de techniek gaat gebeuren voor de hele uitzending van de Tour de France. En alle medewerkers van de Tour de France die overnachten hier en kijken hier. En die gaan opbouwen. En die hebben voor die dag hebben ze dit parkeerterrein hebben we gewoon nodig. We gaan hier ook de pers cateren, er komen tenten, er komen hier toiletten. Dus kortom, dit wordt een heel mooi spektakel. Elke week stel ik in Tour de Zeelanden een vraag over Zeeland en de Tour de France. De weekwinnaar ontvangt het Omroep Zeeland Tourpakket. En uit alle weekwinnaars wordt één naam getrokken en die persoon die is hier op zondag 5 juli op Neeltje Jans te gast als VIP bij de finish van de Tour de France. De vraag van deze week luidt als volgt. In welk jaar reed de Tour voor het laatst door Zeeland? U kunt uw antwoorden doorgeven via de speciale Tour-website. En het antwoord wordt volgende week bekendgemaakt op diezelfde website en via Facebook. 2 wereldkampioenschappen op de weg. En 4 keer achtervolging. WK op de baan. En ik vind mijn uurrecord vond ik ook altijd wel op dat moment wel een sportief hoogtepunt in mijn carrière. Katie die gaat het halen, inderdaad. Katie voor de tweede keer wereldkampioene. Geweldig van dat Zeeuwse leraresje. Het was eigenlijk 66, 68, nou dit hier zo. En dan was je blij dat ze wedstrijden organiseerden voor de vrouwen eigenlijk. Toen heb ik daar op dat moment nooit zo aan gedacht. Later wel, als toen het groter groeide, toen denk je, ja, jammer dat het toch mijn tijd niet was. Mijn tourmoment is eigenlijk helemaal een leuk moment. Dat is eigenlijk de herinnering aan Tommy Simpson, dat hij gestorven is op de Mont Ventoux. Die dag kwamen wij in Frankrijk aan om zelf te koersen. De 13e juli was het, dacht ik. En wij informeerden wie er gewonnen had die dag. Nou, geen mens wist het, maar het was enkel maar van Tommy Simpson is ermoord. En dat was, heel het dorpje was helemaal ontdaan. En, nou ja, dat maakte best wel indruk eigenlijk om. We gaan wel eens kijken. Als het in de buurt is, we hebben tijd, dan gaan we wel eens kijken. Ik ben niet heel erg fanatiek, maar het is altijd toch wel leuk om te zien. Ga je ook kijken naar Neeltje Jans? Ja, ik denk dat ik wel een uitnodiging krijg om daar te mogen zijn. Dus ik ga wel kijken. Het is altijd gezellig zo'n dag. Dit was Tour de Zeelanden. Bedankt voor het kijken. Volgende week meer over de komst van de Tour de France naar Zeeland.